op de A62 tussen Drongelen en Sleeuwijk ter hoogte van knooppunt Waardhuizen 7 kilometer file. Het had een van de fileberichten kunnen zijn van de A62. Hier aan de Midgraaf bij Babyloniënbroek staat sinds kort een bord met informatie erop over de snelweg die er nooit kwam, die A62. In de jaren 60 waren de plannen voor een snelweg die van Drongelen tot Sleeuwijk Altena zal doorkruisen. Dwars door het Pompveld. Jarenlang bestond het gedeelte van het wegdek van de Midgraaf nog uit klinkers. Deze klinkers zijn nu gebruikt in de berm waar het informatiebord staat. Het stuk wegdek was ooit een plaats waar een viaduct zou komen. Echter kwam het er nooit en is het stuk natuurgebied gespaard gebleven.